Iedereen heeft vrije tijd. Maar wat doet u daarmee? U kunt gaan sporten bij een sportvereniging. Dat is goed voor uw lichaam. Ook kunt u in uw vrije tijd naar de bibliotheek gaan om te lezen. Er zijn boeken en tijdschriften uit de hele wereld. Een grote bibliotheek heeft ook vaak dvd's en cd's. Lezen in de bibliotheek kost niks. U kunt lid worden van de bibliotheek. Dan mag u de boeken mee naar huis nemen. Kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis lid. Volwassenen betalen om lid te worden. Elk lid krijgt een speciaal pasje. Breng de boeken op tijd terug, anders moet u extra betalen. Er zijn in Nederland veel sportverenigingen. Daar kunt u sporten in uw vrije tijd. Elk lid betaalt contributie. Dat is het geld dat u elke maand of elk jaar betaalt. Soms betaalt de gemeente een deel van dit bedrag. Samen sporten is belangrijk. U speelt op zaterdag of zondag een wedstrijd. En het is gezellig om na de wedstrijd samen iets te drinken. Ook kunt u in uw vrije tijd naar een buurthuis gaan. Daar ziet u mensen uit de buurt. In een buurthuis kun je verschillende cursussen volgen. Soms worden er ook taalkursussen gegeven. Een cursus kost meestal niet zoveel geld. Soms zijn er feesten voor kinderen en volwassenen. Of is er een multiculturele markt? Vaak organiseert het buurthuis activiteiten voor vrouwen. Een vereniging vraagt iets van u. Het gebouw netjes houden, niet roken in het clubgebouw, op tijd komen, opbellen als u niet kunt komen. Vraag naar de regels van de club. Bij een sportvereniging moet u trainen. Bij een muziekvereniging moet u thuis de muziek oefenen. Meestal doet u dit allemaal graag. Lid zijn van een vereniging geeft veel plezier. Uw zoon van 10 jaar heeft niet zoveel vrienden. Hij zit vaak alleen binnen. Wat kunt u voor hem doen? U kunt hem lid maken van een sportvereniging. Dan leert hij andere kinderen van zijn eigen leeftijd kennen. U kunt hem niet helpen. U zegt dat hij zelf vriendjes moet gaan zoeken. Uw zoon van 10 jaar heeft niet zoveel vrienden. Hij zit vaak alleen binnen. Wat kunt u voor hem doen? U kunt hem lid maken van een sportvereniging. Dan leert hij andere kinderen van zijn eigen leeftijd kennen. Uw zoon is lid geworden van een voetbalvereniging. Moet u daarvoor betalen? Ja, u moet hiervoor contributie betalen. Nee, u hoeft hiervoor geen geld te betalen. U beslist zelf of u hier iets voor betaalt. Uw zoon is lid geworden van een voetbalvereniging. Moet u daarvoor betalen? Ja, u moet hiervoor contributie betalen. U bent lid van de bibliotheek. U wilt boeken mee naar huis nemen. Wat moet u doen? U moet uw bibliotheekpas laten zien bij de balie. U moet geld betalen bij de balie. U moet uw handtekening zetten bij de balie. U bent lid van de bibliotheek. U wilt boeken mee naar huis nemen. Wat moet u doen? U moet uw bibliotheekpas laten zien bij de balie. Uw dochter zit op de muziekschool. Ze wil thuis niet oefenen. Wat doet u? U doet niets. U zegt dat thuis oefenen belangrijk is. U betaalt geen contributie. Uw dochter zit op de muziekschool. Ze wil thuis niet oefenen. Wat doet u? U zegt dat thuis oefenen belangrijk is.